Kickboxer Remy Bonjasky heeft er een hard hoofd in dat het in de nabije toekomst nog tot een gevecht zal komen met Rico Verhoeven. Hoewel de wereldkampioen Zwaarwicht hem in februari van dit jaar uitdaagde, ik zie het eigenlijk niet gebeuren. De eerste keer dat de uitdaging gevallen is, is al bijna een jaar terug, zegt de 41-jarige Bonjasky woensdag in een interview met FHM. Toen is die derde partij gekomen, maar kwamen we niet uit onderhandelingen op financieel gebied, als die dan spaak lopen. Houdt dat eigenlijk op? Eind vorige maand leek een confrontatie tussen Bronjaski en Verhoeven nog zeker tussen ze elkaar bij Zero Sport de hand schudden op de vraag of er in 2018 een gevecht zou komen. Een deal met organisator Glory bleef tot dusver rechteruit. We kunnen elkaar wel duizend keer de hand schudden. Verslaggever Bas van Veeneldaal vroeg toen ook of we het gingen doen. Dan schud je elkaar voor de vorm eigenlijk de hand. Al dus Bonjaski. Maar Rico en ik weten allebei dat er wel een derde partij moet zijn die het voor ons gaat organiseren en de handtekening zit om ons te betalen. Tot die tijd is alleen nog maar gebakken lucht. Manouf, Bonjaski geldt als een van de beste kickboxers aller tijden. Hij won onder meer drie keer de prestigieuze K1 World Grand Prix. De Nederlander kondigde al meerdere malen zijn afscheid van de vechtsport aan. Maar hij maakt komende zondag zijn comeback in de ring. Hij neemt het bij de World 14 League in Almere op tegen Melvin Manhoef. Verhoeven verdedigt eind dit jaar tegen de Belgische Marokkaan Amal Benzadik zijn wereldtitel in het zwaargewicht. Eerder deze maand rekende de Brabander in een prestigeduel af met kickboxdebutant Antonio Bigfoot Silva. Verhoeven evenaarde met zijn 15e winst het record aantal zegers van Robin van Roosmalen bij Glory.